Ik heb vandaag mijn M1 debuut met Flo. Ik heb echt zin in, Megan. Mm-hmm. Het enige wat ik niet zoveel zin in heb, is dat het in de buitenbak is. En het regent. Kijk, wij hebben gewoon onze winterjassen aan vandaag. Het regent. Het is echt verschrikkelijk. Maar misschien wordt het straks droog. Ik heb daar ook drie jassen. Ja, we hebben echt allemaal extra jassen mee ook. Het is echt vies. Maar het is nu 4:15. En ik moet om 4:45 opstappen. Dus ik ga de knotten erin leggen. En dan kan Flo nog even wat eten. Mm-hmm. Ja? Goed plan. Nooit meer gevonden. Kijk. De knotten zitten er nog niet in. Maar de vlechten wel. Dan, 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 dan. Heb ik zelf gedaan. Arie heeft het gezien. Inderdaad. Ja, dat had jij gezien, hè? Ja. Megan heeft net een broodje op. Ja, want ik heb helemaal niet gegeten. Nee, Megan had heel lang niet gegeten. Maar je hebt ook lekker een dekentje van Flo opgedaan. Flootje staat hier te chillen, die is op de wei geweest, dus die heeft echt nog super vieze voet en zo. Mm-hmm. Maar dat gaan we zo meteen allemaal schoonmaken, want wij hebben... Hey! Zijn we een beetje op tijd, Megan? Ja, ik weet niet hoe laat het is. Nou, we zijn heel op tijd. 4:15. 4:15. Ja, ik hoef pas om 5:57. Ja. Dus we gaan hier nog even langzaam dit soort van vastmaken. Dat een beetje... Zodat het allemaal weer een beetje fatsoenlijk zit. En als dat allemaal fatsoenlijk zit, dan gaan we zo meteen naar binnen. Dan ga ik eerst nog even een kwartiertje aan de hand werken. En dan komt de rest vanzelf. Wat was dat? Je staat even met je zadel tegen de deur. Dat is even lekker. Maar ze is helemaal mooi, toch? Ja, dit is helemaal goed gepoetst. En geknot. Had je de knot al laten zien? Nee, nog niet. Ik kan het niet gaan. Nee, nog niet. Vlieg. We hebben nog een hoogtepunt van de dag. Dit is goed. Dit is goed. Het is goed gelukt, toch? Deze is ook. Deze is wel mooi. Ja, die is op zich wel goed gelukt. Deze is een beetje lang. Die moet even, zeg maar. Ja. Deze is wel mooi. Ik vind deze mooi geworden. Deze zijn ook een beetje lang. Ik vind deze het mooist. Die vind je. Ja, maar hier heb je zo'n. Die vind ik. Kijk, deze ja, dat wel. Zie je toch niet? Oh, dat zie je niet. Maar ik word er wel steeds beter in. Het moet ook ja. Ja, ik vind deze ook vandaag. Mooi. Ik kon niet. Deze is ook wel mooi. Ja, die is ook mooi. Welke vinden jullie het mooist? Toch? Even kijken. Zo, nou, zo. Wij gaan zo lekker inrijden. En Katinka komt ook zo. En dan gaan we rijden op F1 de buurt. Ik heb er wel zin in. Ja. Jij ook? Ja. Dat heb je echt al 5 keer gevraagd of zo. Heb je zin bij mij? Het komt er dat ik zenuwachtig ben. Ik vind dit spannend, dat ben een regio hoor. Want op de regio dacht ik, dat kan ik wel. Maar dit is toch anders. Ja, maar op de regio, dan snap ik het wel meer. Op de regio dat je spannend vond met dat weer en zo. Dat is wel echt... Ja, maar het is nu ook geen lekker weer. Nee, maar ik vind het gewoon spannend dat ik denk, oh helemaal nieuw. Voor mij ook de eerste keer hè, in de M. Ik heb nog nooit in de M gereden. Ja, maar dus dan het vlootje. Nou, ga jij aan. Ah, ja. Dan gaan wij zo meteen op gedaan. Heel wat aandacht. Oké, we beginnen in stap. Ik heb net aan de hand gewerkt en ik ben lekker hier aan het losrijden. En toen kwam het eerste ding al. Er werd namelijk gevraagd of ik 20 minuten later wilde beginnen. Omdat de wedstrijd uitliep. Of omdat, ik weet niet meer precies, dus volgens mij stond de jury in de file. Iets in die richting. Dus ik zat erop en toen dacht ik, oh shit, nou moet ik 20 minuten later. Nou ja, oké, prima. Dan ga ik wel heel veel stappen in het begin. Wat ik normaal gesproken niet doe, maar oké. En toen kwam ze, ik denk 15 minuten later aan, nadat ik 20 minuten had gestapt, om te zeggen dat de jury wel op tijd was. Dus ik kon alvast, ik kon weer op mijn originele tijd starten. Of ik moest weer op mijn originele tijd starten. Dus dat inrijden, dat ging helemaal nergens over. Want ik had natuurlijk 20 minuten gestapt. En daarna begon in principe binnen 6 minuten mijn proef. Dus toen, dat was niet helemaal fantastisch. Ook nog een klein dingetje. Megan die moest achter in de bak blijven van iemand. Dus je ziet dus af en toe iemand door het beeld heen rijden. Sorry daarvoor. Maar ja, jullie wilden graag mijn proef zien. Dus nou ja, bij deze, het is af en toe eventjes onduidelijk. Nou ja, binnenkomen een 6,5.
En dan MF middendraf een 6. En dan staat er moet nog ruimer. Nou ja, ik had natuurlijk eigenlijk helemaal niet lekker losgereden. Dus ik durfde ook niet zo heel erg eraan te zitten. Want ik dacht, ja, dan heb ik weer foutjes en dat vind ik zonde. Dus dat heb ik niet gedaan. Schouder binnenwaarts, een 6,5. En zoals je hier ziet, vlieg ik dus eigenlijk een stukje van de hoefslag af. En dat komt omdat waar ik nu rij, daar staat een soort van... wat stond daar? Een kruiwagen of zo? Of oh nee, grasmaaier stond daar. Nou, daar was ze dus doods en doods bang voor. Dus dat sloeg helemaal nergens op. Maar ik kwam daar dus praktisch niet over de hoefslag heen. Dus dat was amazing. MXK van hand veranderen. Een 6. En daarna F schouder binnenwaarts. Een 7. En tot hier dacht ik, oké, het gaat wel. Het voelt niet heel prettig. Want dit voelde ook gewoon niet echt heel super. Maar het was oké. Maar het begon, nou ja, zoals je aan de boom ziet ook. Het was echt keihard aan het waaien ook. En nou ja, er was gewoon heel veel spanning. En ik vond het ook spannend. Dus ik rij ook gewoon niet zo goed. Nou, de linksomkeert is een 6,5. En dan hebben we bij A halt houden een 6. En er staat er niet gesloten halt. Ja, het is een beetje zonde, dat kunnen jullie niet zien. Oh ja, je kan het wel zien. Nou ja, op zich klopt het ook wel. 3 tot 5 passen achterwaarts, een 7. Vind ik heel ruim, aangezien ik best wel scheef ging. En dan KBM van hand veranderen in middenstap en M arbeidsstap een 7. En dat is een dubbelteller, dus dat is super fijn. Maar dan ga ik jullie nu alvast één ding vertellen. Het blijft niet zo super fijn gaan. Het was echt één groot drama hierna. Want hier was ik eigenlijk al niet zo heel erg tevreden met mezelf. En misschien kan je het zien op de video. Maar het begint dus nu ook te regenen. Maar echt te regenen. En Flootje, die was ook gewoon echt niet happy. En ik ook niet. Dus ja, dat sloeg natuurlijk allemaal nergens op wat ik vanaf hier aan het doen ben. M, overgang arbeidsdraf, een 6,5. En C, arbeidsgroep links, een 6. Nou, vind ik nog netjes, want heel eerlijk, het was niet echt heel mooi. Daarna moet ik middengalop doen over de lange zijde. Daar ziet ze dus in één keer dat enge ding. Dus dan maakt ze een 4,5. Spanning. Dan AX, halve grote volte links, een 4. Spanning in draf. Oh, dat kun je niet zien, want Megan die denkt hier, ik film de lucht eventjes. Want dit slaat helemaal nergens op wat Romy aan het doen is. dan XC half grote volte rechts in contra, een 4, spanning en omgesprongen. Daarna moet ik bij C een overgang arbeidsdraf maken. Dat gebeurt niet, want ik ben pas bij M als dat gebeurt. Dus dat is een 4,5. En daarna BE, halve grote volte, daarbij het paard al uit te strekken, een 6,5. Nu zit er ook allemaal water op de camera, dus jullie kunnen het bijna niet zien. Maar ja, ik wil het ook. Ik wil dat jullie niet onthouden hoe fantastisch dit ging. C arbeidsgroep rechts aan springen, een 6. En dan hebben we MF middengalop, een 6. AX halve grote volte rechts, een 6. En dan XC halve grote volte links, een 4,5. Omgesprongen. Nou, dat gebeurt dus hier. En bij C arbeidsdraf, dat is een 5. En er staat er niet op de hulp. Nou, dat klopt. Want nou ja, dat kunnen jullie ook niet zien met deze man de voorrijd. Maar dat sloeg ook nergens op. EX, halve volte, halve baan, een 7. En dan gangen een 7, impuls een 6, rechtgerichtheid 6, harmonie 6, houding en zit een 7. Subtotaal 176 en een half. Jammer van de spanning. Maar er zaten even goed goede stukken tussen. Succes. Nou, dat is super lief. En nu beginnen we aan mijn tweede proef. En die is nog slechter. binnenkomen een 7. En dan MXK van hand veranderen in middendraf een 5,5. En dat moet ruimer. Nou, dat klopt helemaal. Maar ik dacht echt hier, ik ga geen risico's nemen. Ik doe lekker mijn eigen ding. En dat was dommig. F, schouder binnenwaarts. Dat is een 6, dubbelteller. En er staat bij niet constant. Nou, dat klopt ook, omdat ik dus gewoon niet aan het rijden ben. Is er gewoon niet gebogen om mijn binnenbeen. Waardoor het een soort van een rotzooitje wordt. C, afwenden tussen X, of tussen, ja, tussen G en X een volte 10 meter naar links. Dat is een 6. Aanleuning onrustig. Ja, wat ik zeg, ik heb er gewoon niet goed gebogen. En ik ben zelf niet goed aan het rijden. Dus... ja, dit is echt gewoon allemaal mijn eigen schuld.
K schouder binnenwaarts, een 6,5. Zometeen, dat is een dubbelteller. Dus dat is op zich wel weer lekker. Alleen, ja, ik ben niet echt iemand die heel erg gelukkig wordt van een 6,5 rijden. Dus dat moet ook gewoon echt beter. Die rib moeten ook gewoon rustig gewoon 7's kunnen zijn. C, halt houden. Dat is een 5,5 en er staat te veel op de hand. Dat klopt, ik kon niet meer remmen. Ik kon niet sturen, ik kon niet remmen. 5 passen achterwaarts. Er staat bij geen verbinding. Dus dat is wel grappig, want in eerste instantie remt ze dus te veel op de hand. Maar achterwaarts kan ik dus heel mooi op mijn been rijden. Waardoor ik vaak mijn teugels te los laat. Dus dat is ook een 5,5. Dan MXK van hand veranderen in middenstap, dat is een 7. Dat is fijn, want dat is een dubbelteller. En dan K overgang arbeidsdraf, dat is een 6. En hierna gebeurt er een heleboel. bij A moet ik arbeidsgroep links aanspringen. Dat lukt dus niet. Dat is dus een 1. Kijk wat hier gebeurt. Want ik ga in contra. Of nou ja... ik deed het goed en toen dacht ik dat. En toen sprong ze om. Toen ging ik het opnieuw doen. En toen werd het één groot drama. Dus ik zit nog steeds niet in galop. Dan moet ik B1B een grote volte in middengalop doen. Nou, dat heb ik ook niet gedaan. Want ik zit de hele volte in contragalop. En ik krijg er niet over in de goede galop. Dus dat is ook een 1. Ja, dat hakt er wel lekker in. HXK gebroken lijn 8 tot 10 meter in contra en dat is een 5,5, want spanning, ja, want ik heb net echt 3 kwartier erover gedaan om in de goede galop te komen, dus ja, dat ze niet echt lekker door het lijf is, dat weet ik zelf ook wel. A overgang arbeidsdraf, dat is een 7. FXH van hand veranderen, daarbij paard de hals laten strekken, een 6,5 en daar staat bij iets slingerend. Oh meid, dat was ik blij dat ik terug mocht naar draf, zeg, mijn god. En dan moest ik weer CA galopperen. Dat is een 6. En BEB, een grote volte in middengalop. Dat is een 5,5. En er staat bij moet ruimer, niet sneller. Nou ja, echt. Er was echt geen eer meer aan te behalen. Deze proef, het was echt verschrikkelijk. Maar oké, we hebben er in ieder geval uitgereden. Want ik heb echt wel 12 keer onderweg tegen Katinka gezegd. Hey, stop. En Katinka die was aan het schreeuwen. Je rijdt door. KXH gebroken lijn. Dat was een 7. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat ging super goed. Ook omdat ik niet langs de enge trekker hierachter hoefde. Dus dat scheelde. C, overgang arbeidsdraf zometeen. Dat is ook een 7. En dan moet ik daarna BE door een S voor hand veranderen. En dat is een 6,5. Ja, het was echt... Ik heb echt van alles gedaan deze proef. Behalve goed rijden. Arme flow. Oh, ik was zo zenuwachtig. Het was echt niet normaal. Nou ja, je kon het al zien hiervoor natuurlijk. Ik was veel te zenuwachtig om dit eigenlijk goed te rijden. Het sloeg natuurlijk helemaal nergens op. FXH van hand veranderen. In middendraf 5,5. Loperig. Ja, ik moet wel zeggen dat ik daar de afgelopen paar weken dus heel veel op heb geoefend. En dat gaat echt een stuk beter. Dus daar ben ik wel blij om. En, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. Ik moet natuurlijk voor het eerst doorzitten. Oh mijn god, ik heb dat helemaal niet geoefend met flow. Ik doe altijd lichtrijden. Dat is ook wel echt een ding hoor, dat ik die hele proef moet doorzitten. Want dat red ik zelf wel, maar voor flow is het ook super zwaar hè. Dus ja, weet je, moeten we ook niet vergeten. Even kijken. BX, halve volt, halve baan, 6,5. G, halt uit de groeten, 7. Gangen, 7. Impuls, een 5. Rechtgerichtheid, 4,5. Harmonie, een 4,5. En de houding is 774,5. Onwijs jammer van de spanning, volgende keer beter. Nou ja, wel echt heel erg niet gestudeerd. Onwijs jammer van de spanning, volgende keer beter. Wel echt serieus een hele leuke jury. Ze heeft echt heel fijn commentaar gegeven. Als in, het klopte helemaal. De punten kloppen helemaal. Die 2 keer een 1 ook. Oh mijn god. Maar ik vind het nog knap dat ik dan met die 2 keer een 1 toch nog 174,5 heb gereden. Als het 2 keer een 5 was geweest, had ik dus wel winst. Dus ik ben er op zich heel blij mee. Alleen op dat moment was ik er niet heel blij mee. Op dat moment dacht ik echt dat ik nooit meer ging starten. Maar god zeg. Nee, ik was niet boos op Flo. Maar ik was vooral heel boos op mezelf. Omdat ik... zelf gewoon niet goed had gereden. Dus arme Flo, die moest het eventjes met mij doen. Maar oké. Ik heb daarna dus ook niet meer gefilmd, want het was koud.
Flootje was moe, ik was moe. Dus ik heb Flo lekker warm afgedoucht. Ik heb er daarna lekker buiten nog eventjes met een dekentje opgezet. Zodat ze lekker in het weidje kon lopen met haar vriendinnetjes. En er waren super veel mensen komen kijken, wat super lief is. Maar ja, het ging natuurlijk helemaal niet goed. Dus ik moest ook eventjes met hun kletsen. En gewoon even weer tot mezelf komen na dit debakel. Dus ja, ik ben wel heel blij dat de kop eraf is. Ik heb over anderhalve week de tweede keer M1 starten. En nu weet ik waar ik aan moet werken. Daar heb ik ook heel veel aan gewerkt. Ook een stukje losgelatenheid. Daar heb ik aan gewerkt samen met Bastiaan de Recht in de vorige video. Dus ja, ik denk dat ik deze keer iets beter beslagen ten ijs kom. En ja, het is ook gewoon iets moeilijker dan de vorige klasses. Dus ja, het is ook heel normaal dat het niet in één keer lukt. Dus ja, dat moet ik mezelf ook maar eventjes goed voorhouden dat het niet altijd kan lukken. Ik ben in ieder geval super, super blij met Flootje en dat ze zo lief is en zo braaf. Nu is het gelukkig een stuk beter weer. Hopelijk is dat over een week nog steeds zo als ik weer moet rijden. En dan neem ik jullie uiteraard gewoon weer mee. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!